er niet helemaal scherp, geloof ik. Welkom. Ik zijn we weer. 26 maart. En ik probeer altijd om iets van half negen achter mijn laptop te zitten. En vandaag is dat beter gelukt dan gisteren, moet ik eerlijk zeggen. We gaan weer aan het werk. Ik hoop, ik tenminste wel, ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie ook gewoon een soort van regelmaat in je werk kunnen brengen. Volgens mij helpt dat als je regelmatig aan het werk bent. Ik moest vandaag aan Anouk denken. Anouk is een oud leerling waarmee ik nog af en toe contact heb. En Anouk werkt in het ziekenhuis van Tilburg, als ik me niet vergis. En die heeft het vast druk in Brabant aan het werk. Volgens mij werkt ze ook op de spoedeisende hulp. Dus mijn gedachten vandaag aan Anouk. En hoewel natuurlijk dit krantenbericht, dat zal wel de ronde gaan. Ga ik er vooralsnog uit dat we gewoon 6 april weer terug naar school gaan, hoe dan ook. Misschien dat het niet voor iedereen geldt. Ik moet in ieder geval met die eindexamenleerlingen die nog een herkansing hebben, moet ik aan het werk. Dus ik vermoed dat nog 1 week hierna en dat we daarna aan het werk kunnen. Maar we krijgen van de schoolleiding vast wel het een en ander te horen. Volgens mij staat dat maandag of dinsdag op de planning. Dus we laten ze nog even nadenken daarover. Goed, wij gaan gewoon naar het werk, ja, toch? Dus we gaan scheikunde doen. Mijn 4 VWO-leerlingen, die kunnen straks weer een filmpje verwachten. Het gaat over naamgeving. Hier zo zie je de naamgeving, het filmpje van naamgeving van die ik gisteren heb opgenomen. Ja, als je commentaar hebt, als je iets wil laten weten, ja, hier beneden natuurlijk. Dus veel succes ook vandaag weer. En ga ook even naar buiten, ja, want het is lente. Dus het is goed voor je om af en toe naar buiten te zijn. Hardlopen of wat dan ook. Even met een balletje trappen. Af en toe naar buiten, want ik geloof dat zaterdag dat weer alweer minder wordt. En dan is de lente even voorbij. Heel veel succes.